Duo Plus krijgt een nieuwe directeur, Quinten Foppe. Wie is hij en waar komt hij vandaan? Ik kom op dit moment hier vandaan, Amsterdam. Woon ik een jaar of 20. De laatste 10 jaar heb ik ook voor de gemeente Amsterdam gewerkt. Maar eigenlijk kom ik uit Oegstgeest. Daar ben ik geboren en getogen. Elke zondag ben ik hier ook achter te vinden op het hockeyveld van Athena. Dus mijn lust en mijn leven nog steeds wel, dat hockeyen. Dan moet ik even wat van mijn energie kwijt. Maar ja, op een gegeven moment komt dan een moment dat je een hele mooie vacature ziet. En die ligt aan de overkant van de A10 bij Duo Plus. 2 januari is je eerste werkdag bij Duo Plus. Waar ga je mee aan de slag? Ja, kennis maken. Dat is natuurlijk het belangrijkste. De eerste week zullen er relatief veel mensen nog op kerstvakantie zijn. Maar genoeg mensen om kennis mee te maken, dat sowieso de eerste 1-2 maanden denk ik zijn van 2017 voor mij. Want uiteindelijk gaat het voor mij over dat we dit samen met elkaar een succes moeten maken. En dan moet je wel elkaar een beetje leren kennen en weten wat je aan elkaar hebt. In essentie gaat het over de ambitie die uit het opzetten van Duo Plus spreekt me heel erg aan. En ook de potentie die erin zit. En nu begrijp ik wel dat in 2016 die potentie er nog helemaal niet uitgekomen is. En ik kan me echt wel voorstellen dat daar heel veel frustratie en pijn zit. En mijn persoonlijke ambitie is om die pijn en die frustratie weg te nemen met elkaar. En van Duo Plus een succes te maken. En in het verleden heb ik dit soort processen heb ik zelf ook meegemaakt en ook leiding aangegeven. Dus ik herken dit heel erg. Dat je heel veel goede dingen verwacht en dat je verwacht dat het in één keer goed gaat. Maar dat het echt wel hard werken is om het voor elkaar te krijgen. Nou, daarom dacht ik, hey, dit is iets wat ik ken bij een leuke organisatie. Hier wil ik voor gaan. Voor nu rest mij niets anders dan jullie succes te wensen met de laatste loodjes in 2016. Ik moet zelf ook nog aan de slag om in Amsterdam de nodige zaken af te ronden. En daarna prettige feestdagen en ik zie jullie allemaal in 2017. Ik heb er zin in.